twee roeiers, Joris Pijs. Er wordt ook in geroeid. En Paul Dreeuwens roeien al jaren voor GIAS, de studentenroeivereniging uit de stad. Toch beleven de twee de roeisport op een andere manier dan de meeste roeistudenten. Pijs en Dreeuwens zijn namelijk toproeiers. Ze doen mee aan wereldbekerwedstrijden, EK's en WK's. Dreeuwens deed zelfs mee aan de Olympische Spelen van Peking in 2008. In september van dit jaar wist het duo in de lichte twee zonder stuurman een zilveren medaille te behalen op het EK in Portugal. Nou ja, dat was wel heel mooi. Het was zwaar weer, er was harde wind tegen. En, nou, het was echt een hevige strijd, zeg maar. Het was vanuit het begin al wel duidelijk dat de Fransen, die regerend wereldkampioen zijn, dat die wel eigenlijk gewoon echt wel sneller waren. En we hadden daarna dus wel een gevecht met de Spanjaarden, waarmee we gewoon eigenlijk de hele tweede helft van de wedstrijd wel naast elkaar hebben gelegen. En het steeds een beetje wisselde wie ervoor lag. En dat was wel heel mooi, dat we dan uiteindelijk ze dus toch versloegen. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat het duo een zilveren medaille zou behalen. Ik had wel zoiets van, oké, het wordt of niks of het wordt goed. Omdat de dingen die we veranderd hadden leverden heel veel op. Alleen we zaten de laatste weken daarvoor wel een beetje in een soort kwakkelmodus. De ene training ging hartstikke goed en de training daarop volgend was weer dramatisch. In de zin dat we vallen heus niet uit de boot, alleen de snelheid viel dan tegen. Of het ritme was niet goed of fysiek lukt het niet. En ik denk dat wel zoiets was van, goed, we gaan het wel zien. En toen bleek dat er niet superveel inschrijvingen waren. Dus we hadden dus, de eerste wedstrijd was een soort plaatsingsrace. Een roeien voor de baan waar je dan in vaart. Nou, dat was echt om te huilen, zo slecht. En toen hadden we allebei zoiets van, als we dit morgen doen, dan worden we gewoon glorieus laatste. En daar zijn we niet voor gekomen. Dus toen, ik denk dat de stap die we daar gemaakt hebben, dat is denk ik waar ik het meest trots op ben. Dat we gewoon binnen eigenlijk misschien wel 20 uur konden schakelen van echt het slechtste roeien tot roeien wat op dat moment niet beter kon voor ons. Toch is de tweede plaats op het EK niet het hoogtepunt uit zijn carrière. Op de Olympische Spelen van 2008 roeide Dreeuwens in de lichte vier zonder stuurman. Een droom die uitkwam. Het is gewoon Disneyland voor sporters, dus dat is het. Gewoon het hoogst haalbare en in een soort paradijs rondlopen een paar weken. En dan je droom waarmaken, nou, dat is wel fantastisch, ja. Is dat echt de droom voor elke roeier om mee te doen aan de Olympische Spelen? Dat weet ik niet, in elk geval die voor mij wel, zeg maar. Voor mij was heel duidelijk, ik had ooit bedacht ik wilde heen. Maar ik had altijd het idee van, dat is onmogelijk. En uiteindelijk hou je daar een beetje aan vast en elk jaar komt het dichterbij. En als het dan zover is, dan is dat wel fantastisch, ja. Als je deze verhalen zo hoort, wat denk je dan? Nou ja, dat lijkt mij ook wel mooi. En, maar ook voordat ik die verhalen hoorde, ik ben al wel lang van plan om dat, of dat is ook al wel echt een droom om dat ooit te halen. Dus daar werk ik wel echt naartoe. Hoe groot is de kans dat jij te zien bent op de Olympische Spelen in 2012? Ik weet niet of je dat goed in een kans uit kunt drukken. Maar komend jaar moeten de boten gekwalificeerd worden. En ik moet dus dit jaar proberen om in een van die twee boten die erheen kunnen te komen. En als dat lukt, dan ben ik al een heel eind verder. Maar ja, ik doe mijn best. Na het succesvolle roeien in de lichte twee zonden gaan beide sporters nu hun eigen gang. Pijs gaat skullen. Skullen is een variant van roeien waarbij de roeier twee riemen heeft. En dat is niet iets voor Dreeuwens. Ja, dat heb ik een jaar geprobeerd en daar krijg ik toch te veel last van mijn rib en mijn schouder. Dus dat wil ik dan niet. Dus dan zien we elkaar sowieso niet in een boot. Hè? Joris gaat met twee riemen roeien, ik met één. Dus ja, dat wordt dan vrij lastig. Dan zitten we niet in één boot. De zilveren medaille van het duo is niet geheel onopgemerkt gebleven. Dreeuwens en Pijs zijn genomineerd als sportploeg van het jaar voor het Groningen Noordlie Sportgala, dat op 13 december wordt gehouden in Martini Plaza.